Nou, daar zijn we weer. Vandaag gaan we wat doen, hè. Maar eerst moet ik nog even vertellen, want er waren mensen die hadden gezien dat er daarachter iets gelegen zou hangen. En ze dachten van, misschien is het wel een dode vlieg of zo. Maar nee, dat was niet. Ik ben zo eens kijken en het was een koffieboontje. Vonden die hij zo'n koffiemolen, weet wel, wat je vroeger dan zo moest draaien. En nou hebben ze een elektrische en af en toe dan springt er eentje uit als die geen zin heeft, zeg maar. Dus die was daar blij liggen. En volgens mij is daar bij die oliefles daar nou een beetje vies. Als ik nou even een duksje pak zo. Even gewoon zomaar een schone vaatdoek. Hè. Kijk, het is geen naaien. Geen naaien vaatdoek. Maar nou leeft hier ook weer van die koffiemeuk. Toch is tegen te zeggen dat ze daar beter op moet ruimen. Zo, nou is het schoon. Nou ja, zo goed als. Goed schoon. He? Straks bij de vader moet we het maar weer beter doen. Maar volgens mij is zo'n kant wel. En dan zal ik u gaan vertellen wat we gaan doen. Ik sta nu even mijn hand af te drogen. Ik ga water aanzetten. Ik ga hier best een grote pan. En die zit tot de helft toe mee water. Ongeveer. Ja, dat gezien je wel, hè. En daar kan ik altijd nog een beetje wat erbij doen. Maar nu nog even niet. Want we gaan ertessoep maken. En dat wordt snacks volgens mij. Nog bij Kortie Monk, dat is zo leuk altijd. Hè? Dan zijn ze lekker bepaalbaar. Je hoeft er niet alles apart te kopen, maar er zit alles er gewoon bij. Ja, je moet wel rookworst en spek hebben en zo. Maar goed, de dag erop is het volgens mij snet. En als het dezelfde dag is, dan is het echte soep. Maar ik kook het voor Merge, voor Von. Vandaag eet ze maar iets van brood of zo, ik vind het wel best. Maar Merge, dan is het dus snet, hè. Dus ik ga hier een pan met water, die heb ik alvast opgezet. En dan heb je hier van alles in zitten. De kruien. En zo'n wit ding en een juin, een stukje fraai en een wortel en allerbelangrijkste, de splitetten. Maar die kan je niet zo gelijk gebruiken. Ten eerste moet je dat zakje openmaken, want met zakje en al erin, dat ga je niet. Hè. Je moet dat echt met je zakje openmaken. En ik weet niet of het zo gebeurt, maar zo doe ik het altijd wel. Ik haal hier een zeef. Even kijken hoor, is dat zo in beeld? Ja, ik haal daar een zeef en daar gooi ik dan die erwten in. En dan ga ik er even mee onder de kraan. Even wat afspoelen. Ik weet ook niet waarom ik dat doe. In ieder geval weet ik niet waarom ik het niet doe. Ik doe het maar wel, weet wel. Maar ja, zo maak ik mijn snert en dat werkt gewoon. Ik heb het een beetje uit laten druipen. En dan kan dat zo in die pan erbij. Dan heb je deze ook niet meer nodig, hè. Die laatste. Jullie moeten ook. Jullie zijn ook lekker. Zo. Dan heb je dat niet meer nodig. Dit is plastic. En dan gaan we de spekjes er vast in doen. Want dit wordt wel heel makkelijk gesnet, hè. Dus niet zo net vroeger. Toen maakten ze ze van werkenspoortjes en alles. Dat doe ik niet. Ik gooi er gewoon zo haal een zakje van die spekjes in. Geen hele, want dat is gewoon echt veel te veel voor zo'n klein pannetje. Maak de gij gelijk voor een heel weeshuis. Ja, dan heb je ten eerste een grotere pan. Maar dan mag je er ook meer ingrediënten in doen. Hè? Dat mag dan ook. Nou, deze gaat zo meteen terug. Die gaat de vriezer in. En nou gaan we snijden. Oh, dat vind ik altijd zo leuk, hè. Al die spulletjes snijden. En die moeten er dan in. Even kijken. Hé, ze hadden geen bouillonblokjes bij gedaan. Dat doen ze anders altijd wel. En hier is zo'n hartblaadje, dat zal er ook wel in moeten, denk ik. Die ga ik niet snijden, maar net als dit. De zacht spul zo. Even een beetje. Zo, een beetje grof. Hoeft niet te klein. Zo, goed zat. Hopla, erin. En alles wat je dan snijdt, hè. Dan mag je dan gewoon zo, hopla, erin. Alleen die prei, daar moet je even mee opletten. Kijk, dit bewaar ik nou voor de groene schillen. Nou ja, op de bruin schillen en zo, maar goed, dat groen spul, dat gooi ik daarin. Maar met die prei moet je even opletten, want dat buitenste stukje, dat is altijd een beetje uitgedroogd, hè. Dus, dat snijden we eraf. En dan snijden we hem zo helemaal door midden, van voor naar achter, van onder naar boven.
En dan kun je onder de kraan, kun je dit hier ertussen nog allemaal even schoonmaken. Ik had dat ene keer niet gedaan en toen ging ik praaisoep maken. En joh, toen zat ik toch allemaal zand tussen. Oh, dat was waar. En die kaartjes hier, die woonden toen nog thuis. Toen kookte ik voor het hele gezin. En die kaartjes waren al mopperen van, oh, er zit zand in. En van de zat maar van, ja, jongens, zand schuurt te maken hoor. Dat moet er niet te moeilijk over doen. Eet hem mee die nap en anders eet hem maar niet. Dat is ook goed. Goed, ze kon dus niet zeggen dat ik dus gewoon vergeten was om die prei goed te wassen. Dus dat moet je altijd wel even doen. En je moet ook af en toe zo eens een keertje ruren. Met een houten lepel of met een kunststof lepel of met een ijzeren lepel. Als je maar ruurt, zodat het niet op de bojem blijft plakken. Hè? En zo langzaamaan komt hij aan de kook. En nu leek deze niet, dus zo laat niet in de pan staan. Ik leek hem ook niet zo op de aanrecht. Ik ga hier dat plastic zakje, weet wat? En daar leek ik hem dan op. Dat is ook weer hygiënisch. Dus, en nou ga ik hier prei snijden. De volgorde maakt ook niet uit, hè. Maar je hoeft het allemaal niet te fijn te snijden. Het kookt toch allemaal kapot, want dit moet echt heel lang opstaan. Echt wel. En de kontjes die je dan overhoudt, die gaat bij het groenvuur. Zo. En dan mag dit erbij. Zo, dat mag in de pan. En meestal als ik dan een keer iets in de pan bijgegooid heb, dan ruur ik eens een keertje zo. Dat vind ik dan van, dat is een mooie gelegenheid om even te ruren. Oh, weet je wat ik nou vergeten zei? Ik zou je vergeten wat drinken te pakken. De vorige keer, toen had ik wijn, hè. Daar heb ik wijn erbij, maar dat doe ik niet nog een keer hoor. Maar ik kom zo terug. Ga ik even wat drinken halen. Nou, wat me nou is overkomen. Dat wilde niet weten. Ik ga het toch vertellen, ook al wilde het niet weten. Ik kwam terug met mijn koffie. Kijk, ik had hier koffie en ik had er al heel wat uitgedronken. Zie je het? Het kopje is ook niet schoon en zo. En ik stond te vertellen over wat erop stond. 40 jaar bijna klaar. Van wie hebben ze jubileum op het werk en alles. En ondertussen had ik ook de wortels gekocht, gesneden en erin gedaan. Ben ik toch vergeten om op filmen te drukken. Toen had hij het niet gefilmd. Denk, wat is dat nou? Maar goed, hij had het niet gefilmd. Maar ik had dus wel die wortel. Ik neem even een slokje, want ik zei van het paardje. En toen had ik die wortel erbij gedaan. Kijk, ik had die allemaal in klein stukjes gesneden. En die erbij gedaan. En toen weer geruurd. Maar ja, dat hadden we dan dus niet gezien. Dat is toch waar? Heb de prui wel gezien? Ging ik toen al de koffie halen of nog niet? Dat kun je toch niet meer. Echt niet, ik weet het niet meer. Ik vind het waar. Ik sta hier helemaal van het padje te wezen. Ik dacht echt dat ik dat gedaan had. Maar goed, dan gaan we de jens snijden. Je wortel snijden is helemaal zo moeilijk, ook niet, weet wel. Je snijdt koppen kont eraf, je snijdt hem een keer in de lengte deur en nog een keertje zo. En dan heb je de platte stukjes, als je die neerlegt, kun je zo mooi stukjes snijden. Niet al te klein, want je moet het nog wel terug kunnen vinden natuurlijk. Hè? Dus, nou die jens. Ik snij ook hier koppen kont eraf. Zo. En dan gaan we in die groenbak. Dat is een kartonnenbak, maar goed, het is voor het groenvuur. Nu gaan de bruine schillen erbij. En ik snij hem een keer zo dwars over de midden. En dan haal ik dat velletje eraf. Kijk, en nu is dit velletje is ook helemaal niet lekker. Hè? Dus die haal ik er ook af. Ik kijk gewoon van totdat je bij een net mooi stukje aankomt. Kijk hier dus. Dat is een mooie. Die mag er zo meteen bij, maar wel gesneden. Hè? Deze gaan we ook snijden. Zo, velletje eraf. Kijk, hier is het ook niet mooi. Dat begint ook al uit te drogen. Dus niet te moeilijk. Het pankederen. Je kunt altijd nog een jeun erbij pakken. Je hebt toch ook wel jeun in huis. Ik altijd wel tenminste. En Von, oh, die haal je ook altijd jeun in huis. Nou, nu gaan we hem niet in kleine stukjes snipperen. Maar we gaan er op deze manier. Kun je het zo zien wat ik doe? Gaan we er ribjes van maken. Kijk, en op een gegeven moment blijft hij niet meer mooi plat staan. Dan wordt dat gevaarlijk. En dan leg je hem plat neer. En dan kun je nog een keer zo dwars eroverheen. En dan kan dat zo in de pan erbij.
Hopla, kijk. In de pan. Hartstikke lekker. En dat doen we nog eens, want we waaien nog een half uur. En nou is dit een behoorlijk grote ui. Dus ik hoef er niet nog één in te doen. We eten geen juinsoep. Dus dit kan gewoon. Daar mag er zo in. Dan hou de ertehaag erin zitten. We hadden dat bosje groenzuur erbij gedaan. We hebben de prui erbij gedaan. En de wortel die zit er hard aan gezien. En die zit er nou in. Zo, en dan moet er weer een keertje reuren. Het begint al een beetje aan de kook te raken. Dus ik zet hem ietsje zachter zo. Het is best een groot vuur onder die pan hoor. Ik zet hem gewoon ietsje zachter zo. Beetje zachter, dat moet kunnen. Zo, en dan ruurde het eens een keer. Hoppakee. En dan pakte hij een witte knol erbij. Ik weet niet hoe dat heet. Het is een witte knol en het is een kwart. Dat is genoeg voor zo'n pannetje. Nou, en als je dan goed kijkt, hè. Als ik dan zelf even door de camera kijk. Zie je dat? Dit is uitgedroogd. Die moeten eraf snijden. En die buitenste schil die moet eraf. En hier is het allemaal gekronkeld, dus dat snijden wat dikker. Maar dat moet er allemaal af. En dan kun je plakjes gaan maken. En dan kun je in blokjes gaan snijden. Ik snij hier gewoon de buitenkant eraf. En dan zo. Een beetje dunner. Dat het droge spul eraf is. Zo. En aan deze kant ook. Een beetje dunner. Het is wel zin om heel veel weg te gooien. Dat hoeft ook helemaal niet. Kijk, en dan hebben die en dan hebben die nog. Nou, daar is ook niet echt, dus dat mag er ook uit. Kijk hoe we dat gaan doen. Zo, daar is weg. En dan nu die buitenste schil. Oeh, niet overkoken. Niet overkoken, dat moet je niet doen. Dan kan Wiebel heel dat gastel weer een goede beurt gaan geven. Dan heb je allemaal geen tijd voor die arme man. Zo, kook de geheime zachtjes verder. Gewoon. Doe maar rustig. Doe die gerne maar zo. Dan ga ik hier de schillen eraf halen. En dat doe ik dan zo, hè, zo. Je gaat mee de vorm. Ga er mee, jongen, mes. En ja, je kunt er een aardappelschilmesje voor pakken. Of een dun schiller misschien ook nog wel. Maar ik doe het gerne zo. En dan volg je dat pad van de witte stuk groente. Geen idee hoe het heet. Maar dat maakt niet uit, het hoort erin en dat rukt dan gelijk zo echt naar ertessoep. Hè. Als je deze mee bezig bent en die gooi je erin, oh, dan heb je gelijk al ertessoep op tafel staan. Bij wijze van spreken, want dat is niet zo. Dan moet er nog echt heel lang op het vuur staan. En ze mijn zachtjes, hè, dat hij mijn zachtjes kookt. Kun je het zien of niet? Kun je zien dat die zachtjes kookt? Ja, volgens mij wel. Dat is wel te zien. Ja, nou mooi. Dan ga ik weer even verder. Want nou hadden we dus dit, hè. En dit snij je nou in plakjes. En dit is haakspul, hè. Daar moet je echt mee uitkijken. Zo een keertje misschien. En hier, zo. Dan plakjes. Zoiets. Zie je dat ongeveer? Een beetje even dik of niet, dat maakt niet uit. Een beetje, als het er maar op lijkt. Nou, en dan snij je daar reepjes van. Zo. En die reepjes die snijden in blokjes. En die blokjes die mui dan weer in de pan erbij. Zo, oeh, dat is zo lekker joh. Witte, hè. Heb je wel eens zelfgemaakt, dus net gegeten? Of niet? Haalde jij daar bij de supermarkt? Of soms bij de slager, dan maken ze het ook zelf. Kijk, en je hoeft niet te klein te maken, ook niet te groot, hè. Maar je hoeft er geen millimeter blokjes van te maken. Het hoeft geen julienne te wezen. Als je maar een beetje blokjes hebt dat daar in je mond past, dan is dat. Maar goed, bij de slager of zo, dan kun je ook verse ertessoep kopen. Maar zelf maken, oh jongen, maak daar een keer tijd voor. Houd die traditie in ere. Want ja, snert, dat is echt Hollands vuur, hè. Verkeer, wat is dit nou? Oh, dat is een deukje. Ik denk, waar is dat? Maar vorige keer toen had je buitenlands gekocht en toen was het ook met wijn. Nou had je koffie, want dat is Hollands. Koffie met snert. Oh. Eigenlijk moet je dan roggebrood nog met spek eten. Maar dat ga ik dan, nee, dat ga ik vanzelf mergen maar halen.
Ja, ik ga niet alles voor de doen. Ze mag ook zelf wel wat doen, toch? Bloem, sta je nou ook al die smetvreugd te maken? En dan weet ik wel, ze haalt je druk mee haken. Ik weet dat ze nou bezig is met die bolle buiken, had ze het over. Ik weet ook niet wat het is, maar daar was ze nou mee bezig. Want die boerenbonddeken, dat was nou klaar, geloof ik. Dat dat online kan gaan, weet ik veel. Zeg maar allemaal niet zoveel hoor. Dat gehaken alles. Dat kan ik niet zo goed. Kijk, laat mij maar een beetje koken, dan doe ik maar wat. Bij de haken komt het toch allemaal weer preciezer. Nou, dat is hier dus niet bij, hè. Maar ik ga nog wel even een bouillonblokje erbij doen. Dat vind ik wel lekker. Een bouillonblokje, dat moet erbij. 2, denk ik. Ja, laat ik er maar 2 in doen. Het is een behoorlijke pan. En normaal gesproken kun je dus bouillon trekken van het vlees wat je erin doet. Maar ja, ik gooi er nu alleen maar spek in. Dus ja, daar kun je niet echt bouillon van trekken. Dus ik ga je hier, wijst voor een bouillon. Geen idee, het zal vast rundvleesbouillon zijn. Want dat groentebouillon gedoe, daar hou ik van ook helemaal niet van. Moet wel een smaakje hebben. Nou, kijk, dit. Nou, los die bouillon, die lost op in de soep. Zie je dat? Ik vind eens zo'n klein blaadje ook maar wat. Zal ik er nog eens in gooien? Ik ga je vast hier nog in. Wacht, die plastic, dat mag daar niet bij, dat moet hierbij. Kijk, volgens mij ga je van ook nog wel... Even kijken hoor, ja, hier, kijk. Hier laat ze nog wel zo'n blaadje. Zo, die is dan gedreugd. Die kan er ook wel bij. En dan nog eentje, want dat is maar een kleintje. Doen we nog een kleintje erbij. En dan stoppen we die even toe. Kijk zo. Plop, plop. Toestoppen. Dat die lekker in het water zit. En dan mag die dus heel zachtjes gaan koken. Echt heel lieflijk. Weet je wat is met snet? Die smaken, hè? Die moeten elkaar allemaal leren kennen. En als ze elkaar kennen, ik ga toch even een deksel zoeken. Dan vond hij wel deksels, maar hij is ook de goede. Is dit een goede deksel? Ja, dat is een goede deksel. Nou, die gaat er dan even op. Zie je dat ze klaar? Ik gebruik ze niet altijd, maar zijn ze wel. Nou, kijk, en dan gaat hij op een klein vuurtje. Dus hier, dat is een klein vuurtje. Dan kan die er groot uit. Is die heet? Nee, dat is niet heet. Dat zijn van die mooie handvaten. Als daar het vuur niet tegenaan komt, dat het langs de pan gaat, weet je wel. Dat hij toch niet zo'n vuur langs de pan gaat. Maar als die handgrepen niet in het vuur zijn, dan kunnen ze zo oppakken. En die pannen, volgens mij die pannen die zijn, nou hoe oud zal ze zijn? Nou, volgens mij al 20 jaar oud. Echt waar. En dat waren toen van die merkpannen, ja dat zijn ze nu dan ook, weet je wel. Daar heeft ze toen ene keer heeft ze er geld aan uitgegeven, echt. En dat was toen ook nog eens een aanbieding. Maar ja, nou heeft ze dus voor de rest van haar leven hijze pannen. Nou, deze kan weg. En dit ga je in de prullenbak. Zo. Daar ga je in de prullenbak. Wacht even op, ga ik zo terug. Nou, hij heeft in de prullenbak gezeten met mijn hand. Dus dan moet ik die weer even wassen. Zo, die handen zit. Ja, want anders, je wil niet die vuil van de prullenbak in je snet hebben. Kijk, als je vrienden koopt, dan maakt dat niet uit. Het wel. Dan denk je bij waar je voor ogen kan mij schelen. En dat is toch nergens. Maar ik vind voor vol en voor liefde, vind ik dat dat wel een beetje netjes moet doen. Zo. Kijk. Die koop nu ook al. Dan roer ik nog eens een keertje zo. En die smaken, die leren elkaar kennen. En dan vannacht, hè. Hoe lang moet dit koken zo zachtjes? Een uurke of 2? Denk het wel. Een uurke of 2. Dan hebben ze kennis gemaakt met elkaar. En dan ga je het vuur uit. En dan, als het vuur uit is, dan pak ik de rookworst. Want die haal ik hier ook. Even kijken hier. Kijk. Ik douw er altijd van die gelderse rookworst in. Van die gelderse rookworst. Ik kan dit ook weer in de prullenbak. Maar goed, van die gelderse rookworst. En die snij ik dan netjes in dunne plakjes. En als het vuur uit is, dan mag het erbij.
En dan is die rookworst, is dan, ja, hoe zal ik dat zeggen? Kijk, die smaken, die moeten uiteindelijk met elkaar gaan trouwen. Zo heet dat dan, hè? Ilse Mariage or something. The day you have to get married together. So yeah, something, zoiets moet het dan worden. En dan, dat doen ze dan vannacht. Echt waar, de achtermerken terugkomt, dan hebben zulke lekkere snacks. Maar die rookworst, als je die te lang mee laat koken, ja, ik vind zelf, dan wordt dat niet lekkerder erop. Maar dat is persoonlijk, hè. Jij kan dat gerust doen, dat je het zo'n beetje mee laat koken. Ik ga het vuur hier nu ook wat zachter zetten. Waar is nou mijn plasticje? Is mijn plasticje weer weg? Nou, dan leek ik hem hier wel. Ik zet het vuur zachtjes. Zo. En dan de deksel erin. Zo. En die worst, die leg ik vast klaar. En die kan weg. En daar de koelkast in. Die heb ik terug in het kastje. Die ga ik allemaal opruimen. En dan vanavond kom ik dan bij u terug. Maar dan merkte jij dan niet meer niks van, hoor. Maar vanavond kom ik bij u terug. En dan kan ik de soep laten zien hoe of dat hij eruit ziet. Dan staat hij alweer een poosje uit natuurlijk. Want dit heeft nou een uurtje of twee moedig. Ongeveer drie mag ook. Ik zou het niet veel korter doen, want dan hadden die harde erwten nog, weet je wel. Of je moet gewoon erwten uit pot pakken, dat kan ook. Of diepvries erwten, dat kan ook. Als je dat maar smeuig koopt, hè, dat helemaal kapot is, dat je geen erwt meer kan herkennen. Nou, en dan kom ik bij u terug. En dan ga ik die worst snijden en die stop ik erin. En dan reur ik die nog een keer deur. En dan gun ik ze een privacy. Dan mogen ze echt helemaal verliefd worden en met elkaar getrouwen. Nee, geen kleine pannenkoeksoep maken, dat doen we niet. Ze gaan trouwen en dan merken, dan hebben de snert die je lekker vindt. Je kunt peper erbij doen, maar goed, dat laat ik dan merken allemaal wel zien, want dan moet je dat proeven en zo. En noem maar op, kijk, dit gaat heel mooi zo. Dat laten we staan. Ik ruim de camera op en ik ruim hier die rotzooi op die ik heb gemaakt, want het is nogal een bende. En dan kom ik terug als die rookworst erin kan dan, hè. Dan vinden we, dan ondertussen neem ik ook mijn koffie, want die is ook weer koud. Laat eens kijken. Zit er nog wat in? Ja, er zit nog wat in. Zo. De lippen zit in de weg bij mijn bril. Dat is ook lastig. Maar goed, ik kom bij u terug. Zodra ze dan wat moet gaan doen aan die snert. Die laat na mijn rust. Die geef ik een beetje warmte. Want ja, als je verliefd moet worden, dan moet ook wat warmte voelen natuurlijk. Hè. En dan kom ik terug als de rookworst erbij kan. Dus ja, wat ga ik doen? Ik heb nog geen idee. Ik zie wel. Nou, dan zaai ik weer even. Weet je wat ik vergeet te vertellen? Dat je af en toe wel eens een keer moet ruren zo, hè. Dan kun je ook zien dat die erwten die gaan al stuk. Ze zijn het nog niet, maar ze gaan al stuk. Dus die moet nog even wat langer koken. Zo mede je deksel erop. Maar je moet tussendoor af en toe wel een keertje ruren. Want anders krijg je zwarte soep aan de onderkant misschien. En dat wilde niet. Dus een keertje ruren en dan laat het weer met rust. Zo. En dan laten we het nog eens even een beetje staan. En daarna... Dan kan dat dus doen wat ik zei, hè? Dat als ik terugkom, dat we dan de rookworst erin gaan doen en alles. Maar zo tijdens dat zacht, dus dat zo pruttelt, weet wel, dat allemaal verliefd aan het worden is. dan kun je dus af en toe eens een keertje ruren. Niet te vaak, want ze moeten elkaar wel leren kennen voordat ze weer door elkaar geruurd worden. En je moet met je beleid ruren, niet dat die spatters overal heen gaan, weet wel. Gewoon lekker rustig en lief. Snetten is echt traag koken. Daar moet je tijd voor maken. Dus tot later weer, hè? Nou, daar zijn we weer. De soep die heeft gestaan. En dan moet ik nog even de peper. Ja, hier zit nog peper in. Die moet ik pakken. Ik ga hier de rookworst. Ik ga een schoon lepel hier. En mijn mes. En nu gaan we even kijken wat er gebeurt als ik die lepel zo in de pan zet. Kijk, best snert.
zo moet zijn. Zo dik, weet je wel. En dan kun je zo een beetje ruren. Dan haal je echt van die dikke smerrie hier. Echt, hè. Dat is zo mooi. En je ziet nog de stukjes groente erin zitten. De wortel en die witte knol, weet je wel. Die waar je moet schillen. Maar dat is net. Dat is zo lekker. Maar het is nu tijd om die rookworst erbij te gaan doen. Dus gewoon zo open snijden. Zo. Schoonhanden, hè. Schoonhanden. Dat moeten we wel hebben. Dus die gaat straks in de vullersbak. En dan snij ik hem eerst even de midden, want dat is wel makkelijk. Oei, is een restje worst. Dat kan. Oh ja, die ga je hebben. Ja? Hier, moet ik kijken dan. Hier dan. Nou, Bolly, wil jij dat? Ja. Christina die lust wel een stukje worst. Nou, en nou gaan we dus die in mooie plakjes snijden. Zo. Kijk dat je van die mooie plakjes hebt. En die gaan dan erin. En dan laten we hem staan totdat je gaat eten. En dan gaat hem opwarmen. En pas dan, als hij warm is, dan ga je proeven. En dan zei je van, nou, weet je, ik vind hem niet zout genoeg. Want ja, ik haal je geen zout in gedaan, weet wel. Dat doe ik eigenlijk nooit. Er zit zout in dat bouillonblokje. En je hebt de zoute smaak van de rookworst straks. Want die smaak die gaat er gewoon intrekken, weet wel. Dat gaan we straks ruren. Die smaak die trekt erin. En je hebt zout van het bouillonblokje en van het spek. Dat is allemaal zout smaak. Dus ik koop toch al niet vaak mee zout. Want dat is niet goed voor wie we zijn bloeddruk. Dus dit is zout genoeg eigenlijk. Maar als jij vindt, als je straks weer warm is, dat je er een beetje zout bij moet doen, dan moet je dat doen. En het is heel traditioneel om er ook nog peper in te doen. Maar net wat ik zei, dan moet je proeven als hij warm is. Nou, de soep zelf, hè, dat is al getrouwd met elkaar. Dat heeft zo stilgestaan en dat heeft elkaar lief gevonden. En die smaken vonden elkaar wel leuk. Dus dat zit allemaal wel goed. Even mijn hand wassen. Wacht even hoor. Zo. Even afdrogen. Chris, nou val ik over jou. Dat is niet handig, knul. Je moet niet om mijn voeten indraaien en niet om de camera. Moet ik weer kijken of dat in beeld is. Ja, dan sta je wel in beeld zo. Dat is wel goed. Nou. Dan ruur ik die even zo. Gewoon allemaal zonder gas, hè. Gewoon zo. Even doorruren. Dat dan mooi die worst verdeeld wordt in die soep. Kijk, hier hebben nog zo'n blaaike, zo'n haakblaaike. Die laten er ook nog even in zitten. Gewoon laten zitten, helemaal niet te moeilijk. Kijk, dit is wel mooi. Oh, dit is zo gaaf, hè. Die laten weer staan. Zo. Deksel. Ik zie dat ik deksel zei. Deksel erop. Die laten staan. En als het nou hoog zomer is, als je die maakt, zet dan die pan even koel weg. Dat je dat in je koeler zet. Misschien hadden we wel een koelcel. Maar Vonnes vader, die maakte zelf wijn. En die had een hele koelcel gebouwd. In zijn tuin achter. En Von had dat niet natuurlijk. Die had in een koelkast. Dus als het hoog zomer is, als je die maakt, zet het in de koelkast. Dat is gewoon echt het allerbeste. Maar met deze weer, je kan het ook gewoon op het gastenhuis laten staan. Het is helemaal niet warm en we gaan dat toch vanavond eten. Tenminste, Von gaat dat vanavond eten. En even denken, oh, wat wou ik nou nog zeggen? O ja, Wiebe die moest nog roggebrood en spek meenemen. Dat moet ik nog even tegen hem zeggen. Dat zei Von vergeten. Dus dan moest ze nog tegen hem zeggen dat hij roggebrood met spek meeneemt. En dan kun je dat serveren. Zo. In zo'n mooie soepkom, weet je wel. Dat je dat daarin doet. Hier hebben we een soepkom, kunt zien. Ja, hè. Hier hebben we een soepkom. Oh, er is een stukskaaf. Oh, nee, er is geen stukskaaf. Zo'n mooie soepkom. En dan zet je dan op een bord. En dan doet je die soep erin. En dan leed je daar die
dat roggebrood erbij en een lepel en wat spek. En misschien ook wel wat roomboter. Dat is ook altijd wel lekker hoor. Ik zet hem even terug in de kast. Zo. Je kunt ook een ander schaaltje nemen. Dat is ook mooi, maar die is kleiner. Daar past niet zoveel in. En als het nou paas is, dan neem je dan deze. Dat is ook heel leuk. Zo'n paaschaaltje. Dat kan ook doen. God, hij vond het leuk spul allemaal. God, kijk, je hebt ook kinderschaaltjes. Dat is ook leuk. Had jij dat paaschaaltje nou gezien? Want volgens mij hield ik het behoorlijk hoog. Laten we eens kijken. Moet ik even in de camera kijken of dat jij dat kan zien? Ja, kijk, hier. Heb je dat paaschaaltje? Is dat niet leuk? Dat kan er ook echt de soep in serveren, hoor. Dat kan best. Maar vond het er maar ene. Dus dat schiet ook niet op. Maar goed. Ik had weer genoeg gekletst. Von kan hem nou zelf afmaken. Gewoon een beetje peper proeven, dat kan ze wel. En dan richt ik mijn camera op die pan. Dan kan de geisje echt goed zien hoe het eruit ziet. En dan wens ik u heel veel eetplezier. Ik geloof dat Krako zich ook al verheugt. Want ach, Krak, als ik nou een lepeltje pak, hè, gewoon een lepeltje, zo. Als je dan dit zo bij Krako geeft, dan gaat hij zo mee zijn snavel en zijn tongetje, dan likt hij de erwtensoep op. En als je hem een plekje worst geeft, dan eet hij de worst op. Dat vindt hij zo lekker, hè. En hier een stukje wortel, oh, dat geniet die vent echt van, hoor. Echt, dan ga ik weer vaat gemaakt. Ik denk dat ik zo meteen eerst de vaat even moet doen. Anders zijn we vanavond weer vervolg. Dus, ik ga dit laten staan, met deksel erop zo meteen. En dan ga ik Wiebe nog even een appje sturen. Dat hij na zijn werk even naar de winkel moet. En dan de goede roggebrood moet halen. Niet van die nepper, maar echt Fries roggebrood. Met spek, als hij dat wil. Hè. En anders met kaas, dat is ook lekker. Roggebrood met kaas en roomboter. Oh, dat is zo lekker. Echt waar, daar kunnen zo van smullen. Maar daar haal ik het niet over. We haal het over de snert en de hudde eigenlijk met roggebrood met spek te eten. Dus, jullie kunnen nu die snert maken. Als je wil, peper erover. Dat is wel heel lekker hoor. Als je nou weet van degenen die er allemaal van eten, van, die willen allemaal peper erin, dan doe je het in de pan. En als je denkt van, oh, er zitten er een paar bij, die houden niet zo van, dan zet er gewoon die peperpot op tafel en dan kan ze dat allemaal zelf doen. Dan moeten ze dat zelf maar regelen. Want dan is dat voor ieder smaak. Weet je wel? Maar ja, Von en Wiebe die houden wel van peper, dus ik kan het wel vast een beetje laten zien. Wat is dit? Oh, dat is niks. Dat is gewoon slijtage. Dat maakt niet uit. Kijk, je draait gewoon wat peper erop zo. Het is nog maar een heel klein beetje, maar je mag er gerust wat meer op doen. Waar is die lepel? Die is hier. En dan ruurde die peper er ook weer door zo. Kijk, en als je dan op gaat scheppen, hè, vergeet dan niet om die blaadjes eruit te halen. Want echt, die krijgen niet weg hoor. Die zijn zo hard, die krijgen niet weg. Dus die droog blaadjes, die zijn nou niet echt droog meer, maar die zijn nog wel keihard. Die kan niet opeten. Dus die moeten er dan uitvissen. En als je nou overhoudt, het kan hè, je kan overhouden. Meestal gaat zo'n pan wel in één keer op. Leeg, de pan gaat niet op natuurlijk, hè, want dan kun je in blijven koken. Die pan die kan er niet op eten, die wordt niet gaar. Maar de inhoud, de snert. Als je nou overhoudt, stop het dan in de diepvries. Dan heb je voor je eigen nog eens een keer een portie. Oeh, zo lekker, keertje tussen de middag of zo jezelf verwennen. Dan haal het eruit en je gooit het even in de magnetron en... Oh, dan heb je een lekkere snort. Maar je kan dat niet te lang bewaren in diepvries hoor. Echt niet, want dan wordt het niet goed meer. Dus je kan niet zeggen van ik maak het nou en volgend jaar eet ik het op. Dat kan niet maken. Maar als je het in de diepvries gooit en je gaat dat volgende week dan eens een keer eten. Is ook goed. Echt waar. Dat kan doen. Dus, ik ga je de camera erop richten. En dan kan Wiebe dat filmpje gaan maken. Maar hij mag vanavond eerst even eten. En dan kan hij dat filmpje gaan maken. Dus ik ga voor de volgende keer ga ik weer wat anders verzinnen om te maken. Misschien wel weer wat buitenlands. Of wij zomers. Want ik zei eerlijk gezegd wel aan de zomer toe zonderhand. Al die winter kost het wel. We hebben al boerenkool gemaakt.
En nou dan weer snert. En wat hebben we nog meer gemaakt? Ik weet het niet meer. Oh, dat buitenlands. Ja, met die wijn. Ja, die wijn die zou ik niet vergeten. Die was echt wel lekker. Maar goed, dat hebben we ook nog gedaan. Dus wie weet wat het de volgende keer wordt. Ik niet. We zien wel. In ieder geval, eet smakelijk. En ik zie u graag terug.